ze daar niet te komen. Voor de battle, voor de tweede plaats. In de tussentijd hebben we Rossum wat afstand genomen op Kimmy. Oh, hier zien we dat Kimmy heel dichtbij op de bumper bij Dani zit. In de tussentijd is Raceblade al ver weggereden. Oh, hier een aanval van Kimmy. En hij heeft de tweede plaats. Heel goed voor Kimmy. Maar Dani geeft niet op. En probeert hem weer terug te pakken. Hij gaat wijd. Daarna kruist hij over. Oh, massive crash. Massive crash. Dani probeert terug te komen. Nee, hij heeft twee plaatsen verloren. Heel jammer. In de tussentijd is Kimmy alweer een stukje verder gereden. Oh, plakmoment tussen Dani en Ross. Op dit moment is Ross sneller op de baan dan Dani. Dani staat nu op de vijfde plaats. In de vierde plaats Rossum, daarna Loyal, Kimmy en Raceblade die heel ver al naar voren is gereden. Kijken of er nog speciale leuke battles zijn hier en daar. Ik zie dat Beathawk en Tender heel dicht bij elkaar zitten. Die kunnen ook een aardig potje racen. Oh, Beathawk remt laat. Probeert een andere lijn dan Tender. Tender gaat iets langzamer uit de bocht. Daardoor is Beathawk iets dichter bij Tender gekomen. Oh, dit is spannend, jongens en meisjes. Beathawk probeert hier een andere lijn te pakken. Probeert een betere exit te hebben dan Tender. In de tussentijd zie ik in de voorkant zie ik een battle tussen Krook en Nova. Krook remt laat. Daarentegen Nova, die heeft niet een goede lijn in deze bocht. Daarentegen heeft Krook dan weer een betere lijn en overtakt Nova. Nee, Nova heeft een andere lijn. Maar hij behoudt zijn zesde plaats. Nee, toch niet. Zit aan de rechterkant. Zit Krook. Die remt zeker laat. Als hij nu een goede exit heeft, heeft hij de zesde plaats in zijn broekzak. Ja. Krook staat nu zesde plaats en zevende plaats Nova. Hier zien we ook Tender en Beathawk. Nog achter. Gaan we weer wat naar voren. Even kijken of daar nog wat actie is. Iedereen rijdt hier een beetje op zichzelf. Hier zien we de battle van met Nova en Krook. Krook is goed aan het defenden. Oh, in de tussentijd is Kimmy toch wel dicht bij Raceblade gekomen. Even kijken wat hier gaat gebeuren. Als ik Kimmy was, zou ik laat remmen. Een andere lijn dan Raceblade. Zodat hij voor hem komt. Hij remt aardig laat. Maar toch
hebben ze een gelijke exit. Hij komt hier wel aardig dichtbij. Oeh. Raceblade gaat wijd. Ze zitten naast elkaar. Hier moest Kimi een beetje remmen om wat ruimte te laten. Maar Kimi zal niet opgeven. En in de tussentijd checkt Raceblade zijn lichten. Oeh. Ze zitten zo dicht bij elkaar. Ah, Raceblade heeft een beter exit, dus rijdt hier een beetje weg van Kimi. Gaan we even kijken of er nog meer actie is op het veld achter Kimi. Zij rijden allemaal een beetje bij elkaar. Deze twee, Cook en Nova. Oeh. Nova wou rechts inhalen. Maar Cook verdedigt goed. En Cook heeft een betere exit. En is nu sneller bij de volgende bocht. Verder kijken. Hoe staat het met Colt Zero? Dan hebben we Ashmenau, Tender, Wheathawk. Even vanaf Wheathawk's perspectief kijken. Zo mooi met z'n drieën naast elkaar. Dat hebben we nog voor ons. We hebben de rest, deze twee nog. Ah, ik ben even benieuwd wat hier gaat gebeuren. Tussen Wheathawk, Nova en Krook. Oeh. De bocht in. Ik denk dat Wheathawk een betere lijn heeft gepakt. Zodat hij meer exit speed heeft. En dat heeft hij zeker. Hij zit op de bumper van Nova. Hier pakt hij hem heel wijd. Oh, een beetje contact hier en daar, kan geen kwaad. Hierbij is alleen Nova wel de pineut, die is naar de achtste plaats gegaan. Wheathawk daarentegen heeft de zevende plaats teruggepakt. En probeert natuurlijk zich vooruit te werken naar de zesde plaats. Waar nu Krook zit. Wheathawk probeert wat slipstream van Krook te pakken. En probeert hierbij zijn betere exit bij de volgende bocht goed insturen. Dan kan Wheathawk misschien Krook pakken. Oh! Kom op. Zitten naast elkaar. Het is een heel spannend moment. Voor het reuzenrad. Als je nu in het reuzenrad zit, dan heb je een heel goed uitzicht op deze battle. Helaas heeft Wheathawk het niet naar de zesde plaats gehaald. Maar dat kan nog altijd gebeuren. Oh, er is iets mis met de motor van Krook. Hij mist wat power. Hier, daarentegen, Wheathawk is ook best snel. Inmiddels heeft dus Wheathawk de zesde plaats overgenomen. Wat hebben we nog meer? Hier met z'n drieën. Dit zijn Raceblade, Loyal en Kimi voor de eerste, tweede en derde plaats.
Oh, dit gaat echt heel close worden. Dit gaat voor de podium, jongens. Dit is heel spannend. Loyal remt laat. Maar komt niet voorbij Kimi. Kimi verdedigt agressief. Ah, dan moet Loyal natuurlijk ook opletten dat hij niet ingehaald wordt door Raceblade. Die zit ook op de loer. Ze gaan mooi in een lijntje door de laatste bocht. Overstart finish. Inmiddels nog 2 laps remaining voor de tweede race. Oh, massive contact. Ja, Loyal heeft een soort boost gekregen, want hij probeert nu langs Kimi. Oh, en daarvan heeft Raceblade heel veel profijt en schiet er langs terwijl deze Loyal en Kimi aan het vechten zijn. Heel slim toekijken en dan toeslaan. Heel slim gespeeld, Raceblade. Dan moet Kimi en Loyal op de blaren zitten. Want die willen natuurlijk ook de eerste plaats. Maar de race is nog niet voorbij. In de tussentijd gaan we kijken wat er weer achter hun speelt. Hier zien we nog steeds dat Nova en Tender heel dicht bij elkaar zitten. Ashimenau op de 9e plaats. Colzero zit ook heel dichtbij Ashimenau. Op de 10e plaats. Colzero remt laat. Probeert Ashimenau in te halen. Colzero gaat heel wijd. Heel wijd. Kijken of hij wat in de volgende bocht kan doen. Net niet, helaas. Kijken wat er vooraan begint bij de eerste, tweede en derde plaats. Hier zien we nog steeds dat Raceblade vooraan, die is echt aan het wegrijden op dit moment. Loyal op de tweede plaats. En Kimi achter Loyal. En die hebben echt een gevecht. Die zijn echt aan het strijden voor de tweede plaats. En in de tussentijd nog 1 lap remaining. Colzero zit nog steeds achter Ashimenau. Nee, Colzero heeft net, op het moment dat ik dit zeg, Ashimenau ingehaald. Ashimenau heeft een probleem. Heeft een penalty gehad, mogelijk. In de laatste lap. En hierbij dus ook de laatste. Colzero rijdt door op de 9e plaats. Nova. Tender, Krook, Wheathawk. Maar deze twee zijn nog niet uitgevochten. Loyal en Kimi. Die kunnen er wat van. Intussen dat deze twee aan het vechten zijn, is Raceblade al. Heeft al 2 seconden voorsprong op de rest. Maar het gaat hier toch om de tweede plaats, mensen. Dat is toch wel... Een gevecht waard, laat ik maar zeggen. En dat vinden zij ook en dat doen ze. Ze laten het niet hierbij. En hier is weer een aanval van Kimi aan de linkerkant van Loyal. Maar Loyal die defend goed. Die heeft... sluit hier weer het gat. Lijkt of Kimi hier een betere exit heeft. Met de downforce, met de slipstream, probeert Kimi er langs te komen. Maar dat lukt op dit moment niet. En de race is voorbij. Het is Raceblade op eerste plaats. Loyal. Kimi. Rossum. Wheathawk. Krook. Tender. Nova. Net op de 8e plaats. Daarna Colzero en dan Ashimenau.